Die Bijbel staat dat de vrouw is gemaakt uit de rib van Adam. Ik zeg, in de natuur is het in werkelijkheid anders. Ieder vruchtje begint vrouwelijk. Pas in de tweede fase wordt het mannelijk. Daarom hebben mannen ook melkklieren en tepels. Omdat ze als vrouw hun leven zijn begonnen. En ik zei ook, wat de grote onzin is, is dat God de slang straft voor het verleiden van Eva. Met dat hij altijd zou moeten kruipen. Nou, er zijn slangen die halen 60 kilometer. Die hebben er echt geen last van dat ze geen pootjes hebben. Nee, maar slangen zijn hele goede overlevers. Wat? Een slang kan heel goed overleven in de meest extreme situaties. Ja. Dus papa is dood en mama is dood. Ja. Van mama heb ik niet kunnen. Ik heb haar niet kunnen groeten. Maar ja, ik bid soms voor de. Op papa ook. Ja. Die anderen willen niks met me te maken hebben. Gerda niet. Ine niet. Maar ze zijn allemaal op leeftijd. En ze wonen ver weg. Mm-hmm. Dus dat gaat niet zo makkelijk meer. Hoeveel kamers heeft dat huis? Dat is klein, hè? 3. Mm-hmm. Maar heb je het gehuurd? Geschuurd, ja. Oh, je betaalt huur ervoor. Ja, en veel. Hè? En veel. Wat is dat? Veel. €600 per maand voor een 2-kamerwoning is veel. Anderen hebben voor de helft een huis wat ze kopen. Dus wat heb je voor de helft? Andere mensen kopen voor de helft van wat ik aan huur betaal een volledige woning. Heb je zoveel geld om dat te betalen? Nee, je moet zuinig aandoen, hè?